De situatie in het land is onmenselijk en ondraaglijk geworden voor de gemeenschap. Er moet daarom spoedig verandering hierin komen. Dit benadrukten diverse toppers van de Nationale Partij Suriname, NPS, zaterdag bij de openjarige vergadering van de partij in Groenjari. Vooral de tegenvallende economische situatie en de problemen binnen de gezondheidszorg zijn flink bekritiseerd door de sprekers. NPS-voorzitter Gregory Rusland meent dat grote delen van de bevolking nu niet weten waar zij aan toe zijn. Volgens hem is de gemeenschap zo ver gedaald op de maatschappelijke ladder dat ze afhankelijk is van pakketten die door de overheid uitgereikt worden. Rusland stelt dat het beleid van de huidige regering niets voorstelt. Condremang Wasanno Kangoso loro Change is to komen. De bevolking vraagt zich af hoe de veranderingen zullen komen. Wij als NPS geven aan dat ondwenkenba. Om bedenken dat ondwenkenba en ondwenken met succes. Gisteren, we wakken na een foto met Mito voor NDP. En dan wakken we een foto met mij, En dan wakken actie met NDP. Dat werkelijk, wat ik, akondre abra? Bika akondre fahano no. Wij vragen ons af, als jullie dat, dat werkelijk willen, en man, ik moet u zeggen, dat wij als NPS, dat verantwoordelijk zijn aan onze samenleving om dat te doen, bika inderdaad, even als ik door, dat ik kon realiseren, Patricia Ednel had ook geen goed woord over voor het huidige beleid. Ze zegt dat de regering geen toekomst biedt aan de jeugd. Volgens haar maken de regeerders zich helemaal niet druk om het volk. Met deze ellendelingen, wij pinen, wij pinen dat ondernamoro, er is niets die bron. en maak al boodschap de duidelijk, maak het duidelijk.

In vrede voor de vliegtuigen in de zandrij. Hey. Wel, no no de ayuru doro, de mantaki takuru kari, satya takuru pichi, en no no de apichi takuru. Een felle Patricia Etnel zaterdag bij de Opojari-vering van de Nationale Partij Suriname en PS. Zij is evenals andere toppers van de Groene Partij van Mening dat het beleid drastisch veranderd moet worden.